De organisatie voor dignitarissen van Bronsweg ODB heeft met ondersteuning van WWF Guyana's gisterochtend de Participatory Three-Dimensional Modeling, P3DM, shelter geopend. In dit gebouw zal de 3D-modelkaart van Bronsweg en omgeving opgeborgen worden. In 2016 heeft de gemeenschap van Bronsweg met behulp van een P3DM-methode een kaart gemaakt van een woongebied. Volgens Natasha Veninga, Technical Officer van WWF Guyana's, moet volgens deze methode iedereen van klein tot groot participeren in de totstandkoming van het project. Dit is gedeeltelijk ook gebeurd. Deborah Linga, de lokale consultant voor het P3DM-project, zegt dat deze kaart heel veel voor de gemeenschap van Bronsweg betekent. Ik denk een van die dingen bij deze kaart is dat het is een kaart waarbij je ziet hoe de mensen hun gebied gebruiken, een landsgebruikskaart. Je ziet bijvoorbeeld waar er aan goudwinning gedaan wordt, waar mensen hun kostgrondjes hebben, waar die dorpen vroeger hebben gezeten, bijvoorbeeld op het Stuwmeer. Met deze informatie kunnen ze communiceren met andere externe organisaties. Bijvoorbeeld, ze kunnen samenwerken met SBB om die informatie te delen, om beter samen te kunnen werken. Als het bijvoorbeeld gaat om het, ik noem maar een voorbeeld, het uitgeven van concessies bijvoorbeeld. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. Ze kunnen het bijvoorbeeld ook gebruiken om de geschiedenis van het gebied, om daarover te vertellen. De school heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan deze kaart. Zij kunnen nu bijvoorbeeld ook zien waar de dorpen, waar ze nu wonen, eigenlijk eerst zaten, waar ze vandaan komen. Dat is ook een stukje geschiedenis wat eigenlijk opgenomen staat in deze kaart. Zo zijn er nog andere gebruiksmogelijkheden van deze kaart. Linga zegt verder dat het doel van het project is een bijdrage te leveren aan een beter beheer van het Bronsweg-Bronsberggebied. Het maken van de kaart heeft inclusief onderzoek in totaal 8 maanden geduurd. Volgens Linga is de samenwerking niet van een leien dakje gegaan, vooral met de oudere bewoners van de gemeenschap. Aan het begin, toen het onderwerp van we zouden jullie graag ondersteunen om een kaart van jullie gebied te maken, dacht men, jullie willen dat we ons gebied in kaart brengen, zodat jullie het kunnen afpakken. Dus toen zijn we al die misstanden, wat een van die heren net al zei, we moesten dus naar elk dorp gaan om een crew te organiseren. En al deze twijfels en misstanden die er waren, moesten we uit de weg zien te ruimen voordat we van start konden gaan met het maken van die kaart. Dus dat hebben we gedaan door eigenlijk heel helder, open en eerlijk te zijn over wat de resultaten kunnen zijn, wat mensen moeten verwachten van het heel proces. Dus je doet mensen bijvoorbeeld geen rare beloftes. Het is een kaart, je maakt een kaart van je gebied en het kan je hier en hier mee helpen. Het is niet dat we je zeggen van oké, je maakt nu een kaart en dan zijn al je problemen opgelost. Dus het gaat om geen rare beloftes doen en gewoon heel open en transparant zijn. Zo hebben we al die misstanden uit de weg kunnen helpen. Zo hebben zij mensen dus akkoord gegaan en hebben we ze ondersteund om deze kaart te maken. Ja. Deborah Linga, lokale consultant voor het P3DM-project. Ze sprak gisterochtend na de officiële opening van de P3DM-shelter te Bronsweg. Dit gebouw is geopend om de 3-dimensionale kaart van het Bronsweggebied te herbergen.